Bij ons aangeschoven is Mark Frederiks van Local to Local. Local to local wil lokaal voedsel in de regio beter bereikbaar maken. Nu is het plan om in Utrecht een lokale voedselketen te creëren. Mark, wat moet ik me voorstellen bij een lokale voedselketen? Een lokale voedselketen herstelt de verbinding tussen producent en consument. Waarbij de consument weer weet waar zijn eten vandaan komt en hoe het gemaakt is. En de boer weet wie zijn mooie producten produceert en daarbij alle partijen betaald worden voor uh, het mooie product wat ze maken. En waarom is het dan zo belangrijk dat die hier in Utrecht komt, zo'n lokale voedselketen? Um, het is belangrijk um, omdat wij niet meer weten waar ons eten vandaan komt. Um, een producent geen grip heeft op zijn voedselketen. Ik heb daar een afbeelding van, van hoe de voedselketen nu in elkaar zit. En in deze afbeelding zie je eigenlijk hoe het probleem is ontstaan. We hebben hier 65.000 boeren, hier bijna 17 miljoen consumenten. En via allerlei stappen eh, bepalen uiteindelijk vijf inkoopkantoren waar 95% van ons eten eh, vandaan komt, wat ze daarvoor betaald krijgen en wat de consument daarvoor moet betalen. Dat is een zieke situatie. En wat wij proberen met Local to Local is die verbinding herstellen tussen de consument en de producent. En daar nieuwe afspraken te maken over wat er met de winst. Die nu door al die tussenschakels wordt gebruikt, maar niet bij de boer terechtkomt. En zeker niet bij die consument. Hoe we daar met elkaar nieuwe afspraken over kunnen maken. Local to Local heeft dat in zijn DNA zitten. En dat zijn we op de Uithof aan het neerzetten. Samen met jullie. Met Willen jullie uh, transparantie bereiken? Het transparantie in de voedselketen is een vereiste voor Local to Local om de producenten aan mee te laten doen. Zodat er ook op basis van herkomst is een product biologisch. Dan wel lokaal. Hoe wordt het gemaakt? Wie is de producent? Wat voor mens is er achter het product te vinden, zodat wij die consument kunnen vertellen. Kijk, deze boer maakt het wel volgens, bi volgens biologische normen of via normale reguliere normen. Maar je kunt een keuze maken op basis van de producent, de herkomst van het product, waar het vandaan komt, de voedmaals. Noem maar op. Dat is een absolute vereiste. Hoe willen jullie die producten dan bereikbaar maken voor de consumenten? Nou, dat is een goede vraag. Uh, wij willen in eerste instantie beginnen bij de consument. Ja, dus we hebben de producenten nu georganiseerd en dat logistiek gewoon slim georganiseerd, dat daar niet al te veel food miles en gedoe uh, bij komt kijken. We hebben vervolgens de vraag aan de consumenten op de uithoff, dus uh, medewerkers, studenten en, 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 de, en de grote de, de inkopers. Er zit best wel een hoop inkoopkracht hier zo. We stellen de vraag: laat mij weten wat je wil eten aan studenten en medewerkers, om vervolgens die wens in te kunnen vullen vanuit onze producenten. Zullen de producten dan ook duurder zijn uh, uh, dan in de supermarkt? Uh, in principe niet. Als we maar met voldoende zijn, uh, kan het goedkoper. Dankjewel, Mark.